In deze video ga ik op een missie om door alle soorten drive-thrus van heel Nederland te gaan. Ik ga door elke drive-thru met een andere vriend of vriendin van mij. We krijgen bij elke drive-thru een random opdracht mee die we moeten doen. En aan het einde raten we de hele experience van de drive-thru. En zo komen we uiteindelijk aan een officiële top 10... Hey mensen! ...beste drive-thrus van Nederland. En als we hoger dan een 8,5 scoren, moet ik 100 euro voor je geven. Blijf vooral kijken, want dit wil je niet missen. En wat ik niet wil missen is dat jij gaat abonneren op dit kanaal. Want we zitten bijna op 930.000 abonnees. Dat betekent dat we bijna op 931.000 abonnees zitten. Wat ook betekent dat we bijna op 1 miljoen abonnees zitten. En er is nog steeds een heel groot percentage van mensen die kijken niet geabonneerd. Dus als iedereen dat nou wel doet, zitten we zo op die 1 miljoen. Dat zou crazy zijn. En we beginnen hier in Zaandam bij de Subway Drive-thru. En dat doe ik niet alleen, want... Miss Gigi. Monica Gigi. Hoe is het met je? Goed, met jou? We gaan naar de Subway. Ik heb dus nog niks gegeten vandaag. Ik heb best wel trek. Ik heb dus eigenlijk niet zo heel veel trek. Maar misschien kunnen we een broodje delen. Okay. Als een half allebei. Ik zeg, kies er één uit. Bestel het meest populaire item van het menu. Dat is wel oké. Ja, toch? Echt spannend dat we het populairste item van het menu moeten bestellen. Ja, ik ben best wel benieuwd eigenlijk. Oh, ik ga mijn kaal gewoon in de kulum uitspreken. Oké, als je niet mist, krijg je 100 euro. En als je wel mist, krijg ik 100 euro. Wat? Ja? Ja? Oh, de pressure, man. Ah! Er is. Ja. Echt net aan. Ja, geluid. Gefeliciteerd, een soort kraai die wordt doodgereden. Ja. Huh? Huh? Maar dat is toch gewoon nu? Openingstijden van 9. Moet ik dat bord weghalen? Ja, maar hier op het bord zelf staat ook dat hij open is. Zal ik dat bord weghalen? Niet die mensen die dan kijken van what the hell. Oh, chill dat hij gewoon open is trouwens. Ja, echt fijn. Yes, bedankt voor het wachten. Kan ik voor de maken? Ja, ik vroeg me af eigenlijk, wat is hier echt zeg maar het broodje dat je wil hebben? Wat vaak genomen wordt? Ja. Chicken teriyaki, dat is een beetje zoetige kit. Of chicken fajita, dat is een beetje pittige kit. Wat pittige lekker dan. Oké, okay, mag ik dan een chicken fajita? Mag ik kaas of jong, pittig, cheddar, mozzarella. Wat is het lekkerst? Een beetje smaak en zet cheddar. Dat wordt hem. En mogen we ook een koekje? Ik ga ondertussen lekker heen en weer knippen. En de volgende drive-thru is de Tony's drive-thru, helemaal hier in Zwolle. Ik ben benieuwd, want ik ben weer niet alleen. Je bent gewoon in beeld. Au! Wat jammer! Hey, als ik dit uitdoe, dan heb ik echt hetzelfde aan. Oh, inderdaad. Die broek en de schoen ook. Ja, het is eentje. Ik heb er nog nooit van gehoord. Au. Jij bent het beste. Ik heb je zo gemist. Nee, ik heb zin om te pesten. Oké, okay, het heet Tony's. Dit is echt een spannend moment, want er zitten echt heel erg zure opdrachten tussen. Stefan, moet jullie gaan zoenen? Nee, dit is wel echt heel sick dat ik deze pak. Je hebt je bestelling. Huh? Ja! Oh, ik hoop dan dat jij die zou pakken. Oh mijn god! Ik vind het wel cute dat mensen hier lekker op het terras zitten te lunchen. Echt als NPC's. Wat? NPC's. Wat is dat? Een NPC. Ja? Ken je dat niet? NPC? Oh, dan ben je echt een boomer. Hoezo? Een NPC. Ga je het toch uitleggen of ga je het nog 6 keer zeggen? Ik ga het niet uitleggen. Nee. Bijvoorbeeld in GTA, die random mensen die zo over straat lopen, dat zijn NPC's. Geen main characters. Geen ziel. Ja. Oh, dat is zielig. Nee, juist niet zielig. Geen ziel. Oh ja, ik doe dat wel, want dan kan ik inlossen op mijn schuld. Nou, als je dit betaalt, dan hoef je 100 euro niet. Ja. Dankjewel, je koek. Je koek. Oh, deze is zo lekker steek. En de broodjes. Oh, jeetje, oké. Nou, dankjewel. Oh. Hij zou ook even de achteraan van, het wordt meteen gemaakt. Wat cute, dat vind ik wel service. Oh. Yo. Hi, zou ik alsjeblieft met je foto? Gozer, dat mag. Dankjewel. Lekker maat. Eet smakelijk. Nou, dat waren de NPC's voor Tosti gehakt, frites. Gewoon friet. Gehakt staaf. Je kan hier van alles halen, joh. Ja. Eeuw, een kipstick. Ik doe het woord wel. En als we hem gaan bestellen, dan doe jij de rap. Dit was dus vet ongemakkelijk, want in plaats van dat ze zo'n praatpaal hadden, moest je het gewoon recht in haar gezicht zeggen. Dus Julia mocht mooi een toneelstukje opvoeren. Oh, hallo. Mogen we hier de bestelling gewoon doorgeven? Oh, top. Ik durf het niet, dan moet ik haar aankijken. Ze gaat het op een bijzondere manier doen. Oké. Okay. Yo, baas, mag ik een tosti kaas? En ook ham, als het kan. Oh my god. Amsterdam, dus twee tosti's. Ja, wat ik zeg. Hé, hey, mag ik? Yo, 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 patat pinda mayo. Ik ben de kid en graag ook een kipstick. En dan rep ik tot mijn dood en mogen we dan ook alsjeblieft deze pa rood. Heb je het begrepen? Ik heb het begrepen. Dus...
2 spel. Zo. Ja, nou, goed gedaan, joh. Hey, goed gedaan, man. Ik zat ook echt zo tussenin, zo. Ja, maar jij zat ook zo. Ja. Ik zat echt wel heel lief ertussen. Echt een nerd. Ziet lekker, toch? NPC-koekje. Dat is wel anders dan ik had verwacht, hoor. Oh, weet je. Maar is wel heel mooi belegd, hè? Ja, kijk, dit is echt hoe ze zo'n... Ja, is mooi uit de reclame gewoon. Ja. En? Nou, lekker. Ja? Ja. Hij is lekker frisser, al die groentes die erop zitten. Eigenlijk is deze kant wil je een hapje nemen. Ja, want hierna komt alleen maar saus en groentes. En brood. Deze kant op. Tijd om dit te raten, de hele experience. Oké. Okay. We moesten zelf de drive-thru openen. Ja. Is dat een plus of een min? Eigenlijk is het een min, maar ik zie het wel als een eer. Die man was super aardig. Broodje er mooi uit. En zit er nou geen kaas op? Terwijl hij nog zo'n mooie uitleg gaf over de cheddar, die lekker pittig van smaak was. Nou, dat is dan een minpunt. Oké, okay, wat ga je ervoor cijfer? Nou, toch wel een 8 hoor. 7,5. 7,7 dan. 7,7. En ondertussen bij de Tony's duurde het wachten aardig lang, maar gelukkig is Julia erg geduldig. Tegel stinkt! Naar poep! Ik verfilm me, ik krijg een druk daarvan. Doei. Kap even. Nee, ik kap niet. Ik ben klaar dat jij mij de wes wegleidt. Hé, hey, grapje. Hier, kijk, daar komt het. Nou, er staat gewoon heel leuk gedaan. Oh, heel goed. Dat is wel heel lief. Super, dankjewel. Oh, nou, ze waren wel heel lief. Oeh, dat is wel weer jammer dat de mayo zo... Oké, dit is de friet. Oké, laten we er één proeven. Nou, nou wel lekker. Gewoon goed. Nee, dit vind ik wel goed. Dit is gewoon een patatje van de snackbar. Is dat een chipstick? Oh ja. Oeh, geil. Het is een enorme dood. Het is wel een tosti in de lucht, maar die onder is wel een beetje gefrummeld. Het is wel een lekkere tosti. Ja, weet je waarom? Je eerlijk, het eet fucking lekker. Ja. Wil jij het een cijfer geven? Ja, ik zou het wel een 8 geven misschien. Dat is ook aan te denken. Ja. Nou, 8 man. Ja. Tot nu toe zat deze bovenaan in de ranglijst. Ik ben alleen nog maar vanochtend geweest. Ja. En nu gaan we door naar de meest standaard drive-thru van Nederland, denk ik. De McDonald's. En deze keer met... Vic. Hi guys. En we zijn bij een van mijn lievelingsrestaurants. Ja? Nou ja, het is wel... Nee, maar... Het is wel de meest saaie drive van de hele video, want zeg maar, ja, iedereen weet dat het McDonald's is, maar... Thanks, I appreciate it. Ja, maar het is wel gewoon altijd goed, toch? Altijd goed. Ja. Oké, okay, choose wisely. Ja, jij hebt wel goed gevoel voor dingen. Bestel een ijsje en pak deze bij het ijsvat. Maar dit moet jij gaan doen, want jij zit bij de raamkant. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Dat ik het ijsje moet pakken. Ja, want jij het moet doen. Ja, dat wordt ongemakkelijk zeg. Goedemiddag, welke mama dan is voor z'n neer? Goedemiddag, mag ik van jou 1 hamburger en 1 ijsje? Dat was het. En je hebt dus blijkbaar ook een Starbucks drive-thru in Nederland. Die ga ik nu checken, maar niet alleen. En de volgende is met... Hoi! Het jongetje. Oh, wow. Het petje, lijkt je een baby jongetje. Nou ja zeg, jij lijkt een beetje op een meisje. Starbucks, jij vertelde me letterlijk net dat jij geen koffie drinkt. Nee, ik drink geen koffie. Oké, okay, nou, dat is goed. Maar kies er maar één. Moet ik kiezen? Ja. Mag ik het ook lezen? Ja. Nee! Rijmen! Oh, het rijmpje. Oh, dat is wel leuk. Bestelling door middel van een rijmpje. Mag ik dat? Ik ben heel slecht in Nederlands. Hey, Matti. Mag ik een vanilla latte? Het is geen rap, het is een rijmpje. Oh, dat, nee. dat ik dan zeg. dat ik dan iets anders zeg. Van, oh ja, jij wilde een pesto, toch? Nee, Josti. Ik wil een kaastosti. Dat is goed. Ik ben er zo goed in. Dat is goed. Oh, of, hey, mag ik vanille latte? En ondertussen bij de McDonald's kon ik me gelukkig nog even mentaal voorbereiden op het pakken van het ijsje voordat hij er in één keer al was. Oh, ja, dankjewel. Dankjewel. Hij was er meteen al. Okay. Hoe snel was dit? Oh my god. Oh, het is heel koud. Oh, moet ik erop drukken of niet? Vieze ijs, dat is heel aardig als ik niet. Ja. Maar de frietjes zijn wel warm. Oké, okay, even een hapje. Ja. Lekker? Nou, lekker ijs. Wil je een hapje? Ja. Een beetje gesmolten. Hoe komt dat, denk je? Geen idee. En ondertussen bij de Starbucks waren we ons aan het voorbereiden op het meest nerderige wat ik ooit heb gedaan in mijn hele leven. Maar goed, gaan we dan. Oké. Okay. Are you ready? Ik ben ready. Ja, dit wordt mooi. Dit kan letterlijk niet fout gaan. Nee, joh. Cool. Goeiedag, welkom bij Starbucks met Sint. Kan ik je helpen? Hallo. Hey, mag ik een vanille latte? Een vanille latte, yes. Wil je hem warm of koud hebben? Koud. Zijn we zeist? Nee.
Mag ik één white chocolate mocha iced? Tuurlijk. Er zit wat op je broekie. Mag ik een chocolate chip cookie? En als laatst een tosti kaas. Dank je. Dankjewel. Hey, dit ging zo goed, ze had letterlijk niks door. Het was ook gewoon een hele normale bestelling, maar onbewust rijmde die. En ook hier duurde het wachten erg lang, maar gelukkig hebben ze wel onze bestelling perfect onthaald. De latte was warm, toch? Nee. Hij was ijsd. Echt? Ja, ik had ijs besteld. Dat is prima. Ja, zeker? Ja, ik wil werk je nog. Zo, jij keek boos, zeg. Dus dat zei. Ja, wow, hè. Ik word helemaal bang, zeg. Oh, ik zat gewoon na te denken waarschijnlijk. Ja, zij zag mij niet. Ik zag haar ook niet. Ik zag alleen haar borsten eigenlijk. Oh, scary. Ja, dat was best wel leuk. Twee minpunten sowieso al. Duurde lang en verkeerde bestelling. Zij is ook best wel warm. Of blauw. Ja? Ja, ze is niet echt kokant. Toch? Ze zijn niet echt kokant. Oh, helemaal niet zo. Ik zou dit echt een 6 geven. Dit is echt slecht eigenlijk. Dit is heel slecht. Maar dat gebeurt vaak bij de McDonald's, hè? Hoe kan dat? De McDonald's kan heel goed zijn. Wanneer? Nou, als het gewoon allemaal fresh is. Nou, deze is echt een van de grootste friet die ik ooit gegeven heb van de McDonald's. Ze hebben ook altijd maar 3 vormen, hè? Ja. Dit is de beste vorm. Dit is de beste vorm. Ja, toch? Ja. Dit is echt een beste vorm. Ja. Ik ben niet zo enthousiast hierover. Nee? Over de hele... of 7? Nee. 7? 6.7. 6.8. Dat was echt zo'n... McDonald's? 6.8. Oké, nou die staat onderaan dan tot nu toe. Oh niet. Ja. Waarom doe je een rietje in die koffie? Wat vond je hiervan? Whatever. Gewoon whatever. Zo zoet. Heel zoet. Ik vind deze wel beter uitzien dan die van de Subway al. Nou ja, wel lekker. Ja? Nou, ja, beter dan de Subway. Ja, het is niet vies. Oké, de hele experience. Ik, als ik als eerst mag gaan. Ik doe niet meer mee. 6. Maar heb je tot nu toe bij een slechtere gegeten dan? Nee, dit is het laagste. Nou, vind ik wel dat misschien gewoon een onvoldoende moet zijn. Echt? Ja, misschien heb je wel gelijk. Misschien moet dit een 5 zijn. Nou, ik denk wel dat het een 5 is. Ik vind dat er veel ruimte voor verbetering. Damn, onvoldoende. Dat betekent dat we een fik moeten zetten. Wow, I didn't get that memo. Dat moet jij doen nu. Oké. En nu komen we bij een bijzondere drive-thru, namelijk een drive-thru van de Chinees. En de volgende is met niet 1, maar 2 personen. Dat was er 1. Dat was 1 van de 2. Yo! Now let the fan edits begin. Let the fan edits begin. Luister, we gaan naar de drive-thru. Chinese drive-thru. Orient Plaza. Blijkbaar is het een drive-thru. Ik heb hier een opdracht. Dat hoort bij elke drive-thru, moet ook een opdracht. Hoe bedoel je? Dit heb je helemaal niet verteld. Er zitten er een paar bij die zijn echt kut. Wat is dit nou? En er staat. Ga op elkaars rug door de drive-thru. Hier heb ik echt geen zin in. Ik heb mijn strepen toch godverdomme al verdiend. Ik hoef dit soort shit niet meer te doen. En ik wil het ook niet meer doen. Ik dacht nog, weet je, het is zo lang geleden, laat ik een keer weer meedoen. Nou, welkom back op YouTube. Kunnen we niet knippen? Wil je een andere keer? Even een andere, joh. Bestel het minst populaire item van de menu. Oké. Okay. Nou, ook even op de rug. Ik wil dat echt niet. Nee, oké, dan doen we het niet. Hallo, mogen wij een bestelling opnemen? Mogen wij van... Nou, dit is best in je drive-thru. Bram Krik en Sean Demmers. Oh my god. De Orient Plaza. Nou, er komen wel mensen vandaan. Dat ook. Oké, tijd voor wat minder bijzondere drive-thru's. We gaan nu naar de Burger King. En met we bedoel ik... Ja, ik wil BK. Goed zo, goed zo. Oké, we beginnen met... BK. BK, ja. Ja? Ja. Okay. Goed zo. We moeten even een gezamenlijke opdracht pakken. Ik vind deze heel chill. Oh, deze vind ik leuk. Bestel wat de persoon voor je heeft besteld. Oh, dat is prima. Hè? Zo, wat? Hallo YouTube. Oké, het was wel een dikke Mercedes die voor ons zat, dus dat is misschien iets goed. Dat ze spenden. Ja, maar ook misschien weer niet. Nee. Welkom bij Burger King, mag ik het bestellen? Het kan letterlijk alle kanten doen. Wat had die persoon net voor ons nou? Oh, ik heb eigenlijk echt geen idee meer. Prima. Doe dat maar. Ja, die willen we. Wat? Die willen we graag. Oké, ik moet even nadenken hoor. Oh, die persoon voor jullie heeft 4 cheeseburgers besteld, is dat goed? Ah, hey, dat is wel jouw... Yeah. Wat voor leuke, frisse sappies heb je? Of gezonde... Nou, wat zeg ik trouwens? Nou, gezond hebben we... Nee, doe maar die watermelon. Nee, dat is KFC toch? Ik wil die tropical juice, tropicana, wat is dat? Troppie. Oké, doe maar een Fanta alsjeblieft. Een Fanta, ja? Oh, hey! Hadden we jou zojuist aan de lijn? Ja. Oh, top, dankjewel daarvoor. Zeg maar, bij ons systeem kunnen we niet meer terugvinden wat de persoon heeft besteld.
Oh, bedankt voor de moeite. Dank je wel. Ja, kijk, dat zijn de mensen die dus... Straks gaan ze erachter komen dat het hetzelfde is hun eten. Gaan ze dan boos worden? Of we zijn sowieso boos, bro. Nou, ik heb wel trek in een foeyonghai. Ja, ik wil wel mijn baby panggang. Vegetarische foeyonghai, anders zit er van dat ham in. Ik heb het ook niet verteld dat zeg maar zij degene moeten zijn die op de rug zitten, maar I guess I'll take it. Hallo! Zo! Ja, wij hebben... Hallo! Wij willen graag bestellen. Oh! In het huis. En moeten jullie daar doen, maar mij niet uit. Oh! Kan het hier ook? Hebben jullie een vegetarische foeyonghai? Dat zou ik graag willen. Met... Lekker? Oh nee, 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 vegetarische foeyonghai. Mevrouw, mag ik vragen wat hier het minst bestelde item is? Op dit menu. Moet ik even kijken hoor. Ja, meloen met gesneden runderhaas. Doe die maar. Je kan ook hier aan de wachtruimte komen. Kun je hier wachten? Oh, dat is... Hallo. Ik vind het vlees goed, broodje een beetje droog. Ja, droog was droog. Oké, de hele experience, cijfer. Aardige vrouw wel. Prima aardig. Dat is redelijk snel ook. Snel geholpen, ja. Ja, ik vind het allemaal mediocre. Ik zou het een 7,5 geven. Zo, dat is best hoog. Ja, maar voor een drive-thru, 7,5. 7,25. 7,25. We gaan toch altijd beëindigen dat we zo gaan eten, zeg maar. Wat bedoel je? Gewoon sexy. Beul ziet er nu echt heel lekker uit. Oh mijn god. Hoewel die er echt heel lekker uitziet, denk wil ik. Niet? Nee, hij ziet er echt te lekker uit. Je dus gaat niet letterlijk uit de prullenbak hebben. Nou, jij wil niet, jij gaat deze niet eten. Hey, mooie auto wel, of niet? Doordat ik dat zei, moest je hem wel eten. En rekken. En dan slaan, kut. Hop. Zo. Die vrouw is super lief. Ja, zeker. Fantastisch lieve vrouw. Hey. Niet normaal. Okay. Oh! Hey, mag ik? John, mijn auto! John. Hoe kan het nou? Je hebt twee happen genomen. Het ligt ook daar allemaal. Kijk, okay. Minst populair. Mihoen, zei ze. Mihoen met runderhaas. Nulhaas. Oeh, it's very hot. Ik ben juist lekker. Die knoei ik ook. Ja, het is wel best wel netjes gegeten, Bram. Ja, en, ja, ik heb hier alleen een beetje rijstkorreltje. Ja. Dat is wel jammer. Ja. Je ziet ook de Bami vliegen gewoon. Oké, jongens, cijfer. Hele experience. Ja, ik zie het voordeel niet helemaal van de drive. Dus eigenlijk gewoon afhalen en eigenlijk, blijven zitten. En want dit in de auto opeten is echt een ramp. Ik zou de hele experience persoonlijk, denk ik, 7,5 geven. Ja, ik ook. Daar ben ik wel mee eens. Ja, 7 tot 7,5. Okay, maar nee, 7,3. Ja. 7,3. Hele experience. Inclusief een etende Sean. Dan een 10. Dan misschien wel een 10. En hier vlak naast de Burger King zit de Kufse. Dus daar gaan we nu heen. Bestel eten zonder dat je mag praten. Oh, dit is wel prima. Dit is wel prima. Leuke uitdaging. Misschien gewoon je telefoon of zo. Google Translate. Oh, hey, dat is wel een goeie. Of we nemen nu een filmpje op en die laten we zien. Oh, ja. Ben je er klaar voor? Hi, goedemiddag. Hi, goedenavond. Mag ik één keer alsjeblieft? En dan wegrijden. Hallo, goedenavond. Oké, open jij hem maar, Rick. Open jij hem. Ja, Rick, die jij. Goedemiddag. En nou, bij poging 521 lukt het uiteindelijk om een filmpje op te nemen. Goedenavond. Hallo. Een rap menu. Hoi, goedemiddag. Alles goed? Ja, bij mij ook. Nee? Ja, jij ziet er ook goed uit. Watermeloen, drankje, medium, milkshake, banaan, medium. Goedenavond. Ja, dit is goed. Hallo. Dit is goed. Kan dat zo kijken? Met patat. Nee, doe gewoon die voice over, zeg maar, dat je mond niet overeen met wat er daar gebeurt. Goedenavond. Hallo. Oh, shit. Oké, ik ben benieuwd. Goedemiddag, maak ik de bestelling alsjeblieft. Nou, en dit werkte natuurlijk echt ontzettend goed. Goedenavond. Hallo. Mag ik alsjeblieft een wrap menu met patat? Hallo. Wat wil drinken? Hallo. Normaal. Normaal. Wat wil drinken? Ja, ik wil graag mayonaise erbij. Drinken? En een aardbeienmilkshake. Dat is het? Nee, ja, wat wil je? Hey. Oh, hoi, goedemiddag, alles goed? Ja, bij mij ook.
Zou ik van jou 2 pieces original mogen? En ik wil graag een kokos milkshake. Kokos medium, ja. Niet. Ja, jij ziet er ook goed uit. Dan jij? Watermeloen, drankje. Medium. Ja. Ja. Milkshake, banaan. Ja. Medium. 3 hot wings. Ja. Hot. Wat was die laatste? Dankjewel. Nee, niks anders. Oké. Okay. Dankjewel. Nee, dankjewel. Oh. Dat was echt te awkward. Oh, ik heb nog nooit zoiets awkward meegemaakt. Ja, het begin was ook wel helemaal fucked up. Dat ze vroeg van pikant of normaal. Ja, normaal. Normaal. Ja, normaal. Hier hebben ze echt niet gespuugd. Ja, dat denk ik wel. Ja, en wonder boven wonder klopte de bestelling nog best wel redelijk. Alleen maar geen milkshake, jij hebt geen drankje. Hij is wel goed. Ik geef het denk ik echt een 6. Zij hebben onze bestelling verpest. Ja, zij. Dat ligt niet aan ons. Ik geef het aan 6,5 nog wel, puur omdat ik wel liefde heb voor games. Ik zeg een detail. Zo, doe ik een goede bite dan? Ja. Oh, goede hap. Hey. En omdat ik weer eens onderschat heb over hoe lang het duurt om deze video te maken, had ik hulp ingeschakeld van Stinna. Want ik was zelf onderweg naar een andere drive-thru. Maar hij gaat helemaal naar Limburg om daar naar de Restaria in Helden te gaan. En hij gaat die voor jullie raten. Oké. Stijn is voor mij bij de volgende drive-thru. Ja, één ding. Je moet die dus online bestellen. En dan moet je dus een kwartier wachten voordat het een werkelijk kaart is. Dus het is eigenlijk helemaal geen echte drive. Nee, het is niet helemaal een paal of zo. Maar we gaan alsnog wat eten bestellen, dus ik ben benieuwd hoe zij dit gaat vinden. Oké, ik heb dus nu besteld. En dan is het als het goed is over een kwartiertje klaar. Ik heb gekozen voor een kipsaté menu. Dus ik ga nu een kwartiertje wachten in het supermooie Helden. Even de omgeving snuiven. Oké, terwijl Stinna daar lekker bezig is, was ik zelf dus onderweg naar de aardbeien drive-thru in Uden. En hier ben ik heel benieuwd naar. En deze keer ben ik met... Oh, Indigo. Dat is Indigo. It's welkom. Me. It's me, dankjewel. Voor we door de drive-thru gaan, moet je even een opdracht kiezen. Plaats je bestelling door om en om een woord te zeggen. Oh, nee. Echt spannend dat we het populairste item van het menu moeten bestellen. Oh, ja. Laten we alvast een beetje nadenken wat we willen. We moeten even onze bestelling doornemen, want anders gaat het mis. Oké. Laten we het één keer proberen. Mag? Ik? De? De? Nee, niet twee keer de. Oh nee, aardbeien, chocola. Maar dat zijn twee woorden eigenlijk. Chocolade. Aardbeien. Alsjeblieft, zeg je dat. Oh, dit is zo fucking cringe. Je moet wel wat liever beginnen. Je begint met hallo. Oh ja, hallo. Alright, en terwijl wij nu in de ontzettend lange drive-thru rij gaan staan, knippen we even terug naar Stinna. Het is klaar. Nou, super man, je bent geweldig. Dankjewel. Werkt ze nog? Oh, mijn leven. Ik ga eens even een taste test doen. Hoe ziet het eruit? Oh. Oké. Okay. Oh, heel goed. Oeh, ja, oh, oprecht, die saté-saus is echt niet lekker. Zelf zou ik zeggen, dit is geen voldoende, het is een 5. Het is sowieso een 5. Oké, okay, we moeten bestellen. Oh, okay. I'm not ready. Okay, ik was vergeten dat we dit gingen doen. Hoi, zeg maar. Goedemiddag. Mogen wij aardbeien, chocolade en de Udense bol. Alsjeblieft. Voor smaak chocolade met een mix van alles. Alles? Ja, één doosje. Ja. Top. Bedankt. Hey, dat ging echt goed, hè? Het sloeg alleen echt nergens op. Dat is wel, dankjewel. Dankjewel. Hoe kon dit ineens zo snel zijn? Dit ruikt lekker. Oh. Kijk, dit zijn dus de aardbeien. Ja, dit vind ik er dus niet lekker uitzien. Dit vind ik er dus echt misschien nog wel lekkerder uitzien. Het is een soort van... gekke bol gewoon. Ik ga een aardbei eten. Oeh, het is wel echt lekker. Holy shit. Oh my god, deze is heel lekker. Het is wel echt lekker, ja. Dit is echt heel lekker. Misschien moeten wij dit ook beginnen. Ja. Een aardbeien drive-thru met chocola. Oh my god. Ik ga nu dan maar een pure proberen. Nice. Ook heel lekker. Dus ik ga allebei een hapje nemen. Ik weet niet of dit goed dit gaat. Dit gaat fout. Doe het boven het ding. Oh, de aardbeien valt mee. Nee, nee. Het ligt echt over. Kijk maar, neus. Ja, je aardbei ligt ook op de grond. En overal ligt poedersuiker. Het is wel echt lekker. Kijk, alsjeblieft. Dankjewel. Laat het raten. Okay. Ik vond het duurde lang, maar wel unieke drive-thru. Mensen waren aardig en het is ook wel, het is wel lekker. Ik geef dit misschien wel een 8.1. Een 9 of zo? Nee. Jawel, echt een 9. Oké.
Wat, ik weet het niet mee eens. Ik vind het niet mee eens. Ja, ik vind een 9 wel erg hoog. En het gemiddelde van een 8.1 en een 9 is dus hoger dan een 8.5. Dat betekent dat we de 100 euro voor moeten gaan geven. Hallo. Ik maak zeg maar een video dat ik drivers ga raten in Nederland. En als ze hoger dan een 8.5 scoren, dan moet ik 100 euro voor je geven. En dat hebben jullie gedaan. Dus kan ik 100 euro bij jou pinnen? Wij doen niet echt aan fooi. Kan ik dan aardbeien kopen voor 100 euro? Want we willen nog wel van die witte chocolade aardbeien, een paar. 100 euro fooi geven. Ja. Ja, nee, dat is het. Dat is het. Ja. Top. Heel erg bedankt. Nou, alsjeblieft. Jullie zijn ook de enige tot nu toe die dat hebben gescoord. Werk ze nog? Doei, werk ze! Ciao! Jij zit ook met dat stomme vlog erbij zo. En dan nu de allerlaatste drive-thru, waar ik nog helemaal fris en fruitig voor... Ik had de laatste drive-thru van deze video anders voor me gezien. Ik zou dat eigenlijk gisteren opnemen, maar ik was dood en doodziek. Ik kan ook niet eens, nog steeds eigenlijk niet eens echt goed slikken. Ik heb eigenlijk bijna de hele dag niks gegeten, want ik echt ziek keelpijn heb. Nog nooit meegemaakt. Ik heb ook geen gas vandaag en ik ga gewoon even snel door de drive-thru heen. Dat is allemaal een challenge, maar dan heb ik hem wel meegepakt. En het leuke is dus, hij zit naast de Subway Drive, waar we zijn begonnen. Dat is namelijk de Payball Drive. Ik heb ook helemaal geen honger, tenminste. Ik heb wel honger, maar ik kan niet echt iets eten. En dan van alles wat je kan eten als je ziek bent. Fruit, groente, weet je wel, gezond. Moet ik nu door de Febo om het een rate te eerlijk. Ziet er best wel nice uit. Hallo, mag ik alsjeblieft één milkshake aardbei en een bami schijf? Dat was uw bestelling. Dat was het. 50 kilogram. Ja, top. Wel een vriendelijke man. Hey, shout out naar bami schijf aan. Underrated, heel underrated. Voor tijdens het wachten. Hey, dankjewel. Kom eraan. Alsjeblieft. Top, dankjewel. Werkt er nog. De milkshake. Wat een dikke riet. Milkshake niet denderen. Wel een bami schijf wel. Eerlijk, lekkere bami schijf. Nou, I'll take it. Ik geef deze drive-thru een 7.7. En dat was dan de laatste. Dus nu hoef je in ieder geval nooit zelf meer na te denken over welke drive-thru je moet pakken. En je kan hier klikken voor een soort gelijke video. Die is heel erg leuk. Klik daar maar op en abonneer even. Bedankt voor het kijken.